nieuws van Winkel. Kan Oma met Dansanda Lambada. Een zeer geïnspireerd grammofoonproduct. En hiervan kunnen wij zeggen dat het... Zeg, heb u niks anders te melden, meneer Stenders? Dat het ook nog... Pardon? Hallo? Oh, nee. We zouden graag ons even met het programma willen bemoeien. Want komt die Librand weer binnen. Ja, precies. En dan heeft hij weer zo'n mix. Zeggen. En dan zijn we gewoon weer voor 7 minuten gewoon uitgerangeerd. En we werden hier al uit de studio gehouden de afgelopen paar weken. Ja, vindt gek. Nee. Ga dan weer weg, meneer Stenders. Het punt is namelijk dat we even onze mening uiteen willen zetten over Finland-Nederland. Ja, precies. We hebben daar met heel veel genoegen naar gekeken. Ja, en wij waren net als onze mannen in eerste instantie voor Nederland. Maar wij vielen gewoon meer op die lekkere witte benen van die Finse voetballers, hè. Oh. Nou, die hebben vroeger die boten gevaren, weet u. Die stevige, hè. Die viking dingen. Ja, en die trouwden dan met een V-queen, hè. Ja, met een V-queen, precies. Oh, en daar kwamen kleine V-kindjes van. Precies. Ja, en dat benen was heel gezellig. Ja, precies. Maar die benen, die benen. Later gingen ze stofzuigers ervan maken, hè. Ja, precies. En ze zijn nog stevig en gaan ze nog lekker door. Buf! Ja? Buf! Ja? We moeten wat gecoördineerder zijn, hè? Is dat zo? Zitten we een beetje door elkaar heen? We zitten een beetje door elkaar heen. Voor ik het vergeet, aanstaande zondag, dan kan ik niet. Oh, wat? Toch een afspraak? Nee, maar dat kan ik niet. Ik kreeg een paar Oost-Duitsers over de vloer in verband met onze verbouwing. Er moet een muurtje uit, hè? Precies, inderdaad. Ik snap het. En ik kreeg ook een aflopend leuk bordje van zijn Oost-West thuis. Best, dat is gratis. Daar hebben ze mee geadverteerd, dus ik heb ze besteld. Ze zijn nu onderweg in de Trabant. Ja, ze zijn even gestopt bij de reperbaan, geloof ik. Oh, ook daar ook nog. Daar staan ze allemaal in die trabantjes zo naast elkaar. 1, 2, 3, 4, heel veel. Maar hoe haal je die nou naar binnen? Nou, je kan dus Ik wil ze ook, hè. Ze moeten bij jou ook een muurtje wegkomen halen. Ja, graag. Want ik bedoel, ik slaap al jaren niet meer bij mijn man namelijk. En mijn man vindt het allemaal wel prettig. Maar als ik hun nou even een muurtje weg laat halen, dan... Kun je weer bij je man. Ja, dan haal ik het onderste steen uit, hè. Dan kun je weer van... Dat je zegt van ja, precies. Ja. Hey, heb je dat van de week ook nog gezien, hè? Wat? Je reed dus naast mij toen. En weet je wie er nog harder naast ons reed toen? Oh, we waren met de bakfiets onderweg. Ja, met de bakfiets. Op de vluchtstrook reden we, geloof ik. Zeker. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Wij reden ernaast in onze bakfiets. En weet je wie er toen naast reed? Ja, dat weet je. Maar we moeten dat de luisteraars vertellen. Ja, ik weet het. Maar misschien moeten we het even de luisteraars vertellen wel. Prins Bernard. Nee. Helmus, ik ben de houdingpoep. Helmus. Ik ben er niet op gekleed, hou op. Oké, sorry, neem niet kwalijk. Maar hij reed wel erg hard, hè? We werden wreed ingehaald door de prins. En ik pik het niet, hè, want wij krijgen daar een bonnetje voor. Dus ik ben onmiddellijk gaan bellen naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Die stuurde mij weer door naar de Rijksoplichtingsdienst. En die zeiden dan gewoon, hij zal wel haast hebben. Nou, dat kon ik dus niet volgen, hè. Wat ik wel kon volgen, vluchten kan niet meer. Mijn naam is Haast. Ik weet van niets. Is hier wat gebeurd dan? Daar wist ik niets van. Ik moet naar de Tweede Kamer. Want daar slaat mijn hamer. Mijn naam is Haast. En ik weet van nog steeds geen kwaad. Dankjewel, vreselijk bedankt. Nou, nog één ding wilde ik nog even zeggen. Natuurlijk, ja. Ga je gang. Mag ik nog even? Natuurlijk, voel je niet dat je zegt van dat ik dus in de weg sta. Nee, zeker niet. Ga je gang, vertel wat je op je hart hebt. Okay. Ga je gang, gooi het eruit. Dank je. Doe maar. Weet je waarom ik zo graag naar een tenniswedstrijd ga? Nou? Dat wil ik je wel vertellen. Waarom ga je graag naar een tenniswedstrijd? Nou, dat komt omdat ze daar op voorhand al hun goede service verlenen. Zo! Nou, even een doordenker, hè? Ja, dat is gezellig, ik ga even naar de wc even denken. En als ik hem begrijp, dan kom ik hier wel weer lachen. Oké, dag Buf. Zo. Nou. Dag. Rob, Jeroen. Mogen wij er weer bij? Jullie mogen weer, hè? Ja, maar we waren echt nog niet klaar, hoor. Wij willen dat jullie nu weggaan. Nou, oké, dan gaan we weg. Kom, Buf. Jeroen, zeg jij er ook even wat van? Ja, wegwezen, dames. Oké. Okay, dag! Tot ziens! Dag. Een gebed zonder einde. I got a message for you. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify. Amen. Sugar Parnachari in volledigheid van de LP Oro Incenso e Birba. Leuke deun. Maar onder andere Il Mar Impetuoso al Tramonto Sali Sulla Luna e Dietro una Tendina di Stella ook op staat. Stella?
Ja, Stella. Stella? Nee, niet die van... Broodje Paal. Nee, die niet. The Devil in Me, zo heette het liedje. Yeah. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben weer een klein beetje tot rust gekomen. Maar iemand die nu pas zijn activiteiten zal moeten ontplooien is... Benal Maldena Di Brando. En als hij even uit zijn neus gehaald heeft wat erin zat... Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat hij ons nu melden wat er allemaal op de bon staat. Het lachen. New York. Nu al succes. Precies. New York. Escape while you can. It's up to you. Run. Run. Go down. Run. All systems running. Ja, ja, das war die... Ja, das war die Nina. Die Nina, ja. Ja, ja. So, guten Abend, alle Zuschauer. Und die New York. Aus Ostdeutschland wollen wir herzlich verwillkommen im Programm. Und kennen Sie mal Nina Hagen für die ersten Mal mit deinem Ben Liebrand-Mix? Ich verstehe sie nicht ganz. Ja, ich mich selber auch nicht. Ich habe einen Akzent, ja. Ich bin ein Tilburgse Deutscher. Aha. Das ist, nein, nicht aha, das ist eine schöne Schallplatte, aber dies war Nina Hagen, ja. So, so. Dass du das wisst, hè? Ja. God, wat een taal is het toch. Ik bedoel, wat een prachtige taal is het toch. Nina Hagen, en daar staat ook nog een ander nummer op de LP waar dit vanaf komt. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Das hat's ein... Dat is ook een geniaal nummer. Dit was New York, New York. Ben. Ik heb een vraag binnengekregen van een luisteraar. O jee. Want die wil namelijk heel graag van jou weten of je wel eens een sprekende discjockey bent geweest. Voordat je ging mixeren. Nee, nooit. Jammer. Zou je deze vraag beantwoord? Zou jij voor deze keer dan een uitzondering willen maken en het volgende liedje willen introduceren aan het NL Volk? Ja, dat is goed. En eventueel nog wat daarbuiten een beetje luistert? Wollen Sie einen Kopftelefoon haben? Oder, nee, dat moet zo ook wel lukken. Dat moest wel ganz lukken zo. Okay. Voor de luisteraars, nu de nieuwe van Phil Collins. Lang niet zo goed als die van In The Air Tonight. Maar goed, we kunnen niet... Dat kan niet, hè? Dat hoort er niet bij, hè? Dat stretchen. Nee, dat hoort er niet bij, hè? Nee. Ja, goed zo, hè? Nou, mogen we het nog een keer over doen dan? Zeker, zeker. Zet even terug, joh. Okay. Tweede poging, het is een beetje live, dus dat is moeilijk, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, Ben Liebrand. Phil Collins. Another day in paradise. Mooi. Ja, is echt bijna zo goed als CQ. Bijna zo goed als CQ. Nog even. Ja. We moeten leren mixen. Peace. Ja, bedoel, dat verwacht je dan toch een beetje achteraan. Dit is damn good. Ze komen uit Nederland, uit Eindhoven om precies te zijn. Ze hebben een LP gemaakt. Ik weet niet of het in eigen beheer is. Ik neem aan van wel. Don't Accept Mass Notion, zo heet de LP. Het liedje dat we daarvan draaiden heette Peace. Nou, weet ik niet of dat goed gedrukt is, maar op kant 1 en kant 2 staat hetzelfde. Dat is misschien toch een beetje vreemd, maar dat zou kunnen. Ik denk van, hè, een paar liedjes gemaakt, dus laten we voorlopig even een hele LP maken, maar met één kant. Ik vind het allemaal goed. Dames en heren, we hadden het al beloofd. Om en erbij, pak een beetje iets voor negen. Onze lieve vrienden van de Tros, zowel radio als televisie, zijn te bereiken op één telefoonnummer. Dat telefoonnummer hebben wij voor negenen gedraaid. En Unico Glory is degene die dat allemaal gedaan heeft. En hij was lid van de Tros en vroeg zich af, wat moet ik nu op dit moment met mijn lidmaatschap? Want ik lees zoveel dingen in de pers. Ik weet het echt niet meer. Nou, eens even kijken. Hi. Ik spreek met de Tros Informatielijn. Goedenavond. Ik spreek met Peter Bleugelmans. Hallo. Ik heb een vraagje. Ja. Ik ben op die jubileumuitzending van jullie ben ik lid geworden 's avonds. Ja. Maar nou heeft mijn buurman van mij verteld, en dat ik geloof het wel een beetje, die heeft mij wijsgemaakt dat een soort Ubo-constructie is waardoor ik lid ben geworden. Hoe bedoelt u? Nou, het schijnt dat dat niet mag. Nou. En daar zit ik nou wel een beetje mee, want mijn naam zit nou in uw bestand. Ja. En ik bedoel, naar wie gaan die namen toe? Denk niemand. Dat is gewoon een trosbestand. Maar heeft dat niks met TV10 te maken dan? Nee hoor, niks. Want die gebruiken ook een Ubo-constructie. Nee hoor, dat heeft niks mee te maken. Maar wat raadt u mij nou aan? Nou, u moet gewoon eventjes afwachten, ja. Totdat u die brief van de Tros krijgt. Maar ik heb die brief liever niet naar mijn huis. Kan dat? Kan dat nog gewijzigd worden dat ik u een correspondentieadres opgeef? Want ik vind het toch een beetje engig.
Eerlijk gezegd niet. Ja, maar ik wil die brief niet thuis hebben, als mijn buurman dat ziet. Het is in principe helemaal ja, u begrijpt de ernst niet. Nou, ja hoor, ik snap het exact. Maar ik heb die brief liever niet thuis. Nee, het probleem daaromtrent is dat de computerbestanden, ja, die zitten bij de TROS zelf, op het hoofdkantoor. Ja, waar spreek ik nu mee dan? Met de TROS toch? Ja, maar dat is weer een bijfiliaal. Dat zit zeker in Luxemburg ook. Nee hoor. Nee. Ik zal u even een ander nummer geven. Ja, maar dan kan ik nou niet meer bellen, hè? Dat is zeker alleen op kantoortijden. Ja, kunt u maandag weer bellen. Daar zit ik wel een beetje mee hoor, zo voor het weekend. Nou, stel voor dat die brief naar morgen de deur uitgaat. Nou hoor, die zijn nog niet de deur uit. Dat gaat pas eind van de week. Pff, nou, dat is een pak van mijn hart. Nou, ik denk dat jouw weekend prettiger is dan dat van mij. Nou, ik denk dat u zich helemaal geen zorgen hoeft te maken hoor. Dat is geen enkel probleem. Nou, ik zie er een beetje tegenop met de confrontatie met mijn buurman in die brief, maar goed. Nou, ik denk dat het wel meevalt. We redden ons er wel uit. Zo is het. Dag. Goedenavond. Goedenavond. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. Program status. Check. ID confirmative. Systems go. Heb je dat gelezen over Matthias Roest? Ja, dat heb ik gelezen, ja. Erg komisch. Maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, deze man is toch enigszins in de westerse wereld ingehaald als een genie. Ja. Toen hij met dat vliegtuigje geland was ergens midden in Moskou. Ja, het Rode Plein was hier geland. Maar nu heeft hij wat andere dingen gedaan. Ja, maar hij wilde niet in dienst, omdat hij een vredelievend persoon is. Dat geweld zag hij niet zitten. Hij heet ook Roest natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Ik bedoel, als je in het Nederlandse leger zou zitten, dan word je dagelijks geconfronteerd met een berg roest. Dan moet je dan in rijden. Maar hij had een heel ander probleem. Hij zag gewoon het geweld niet zitten. Dat was een beetje roestvrij staal, wil ik maar zeggen. Ja. Als het ware. Maar hij is op dit moment wel aan, hoe zullen we het zeggen? Aan de verkeerde kant van de grens beland, maar dan de criminele grens. Ja, en want hij heeft besloten om een juffrouw een pistool tegen het hoofd te houden. Nee, het was anders. Het was, hij wilde haar zoenen, weet je wel, zoals je dat ook de hele tijd in Medisch Centrum West ziet. De normaalste zaak van de wereld lijkt het, dat mensen elkaar zoenen op de gang. Maar ondertussen. Maar een meisje was er niet van gediend en zei, ga weg, Eert! Maar dan in Duits. En hij trok daarop een mes en stak haar twee keer. Hij stak haar twee keer als in prik prik. Wat een, ik bedoel, en wat is er nu gebeurd? Hij is weggelopen en heeft zich na 2 uur zelf bij de politie gemeld. Dat is dan wel weer, daar kun je natuurlijk wel weer het een en ander over zeggen. Dat het dan wel weer oké is dat hij zichzelf gemeld heeft, maar al met al heeft hij wel al gestoken. Het is geen held meer, maar ik snap het ook wel natuurlijk, want hij kwam daar in Moskou terecht en was aan het pleiten voor vrijheid. En wilde gewoon in de gevangenis gezet worden, in principe. Ja. Nou kon dat daar gewoon niet meer. En dus dacht hij van, kom, laat ik eens iets doen wat crimineel is in de westerse wetgeving. Hij vindt dat lekker in de gevangenis. Hij vindt dat gewoon lekker, dat wilde hij niet. Daar krijgt hij zijn kick van natuurlijk. Ja, dat is het. Goed, Matthäus Roest op de plaats. Zeker dus, Jokie heeft nog niet gebeld vanavond. Wie? We zitten nog smachtend te wachten op zijn telefoontje. En ik heb trouwens, heb ik dat al verteld? Ik heb mijn t-shirt aan van de Simone Walraven Farewell Tour 88 Antwerpen. Kijk. Zal ik even kijken wat ik aan heb trouwens? Want het is al net zo spectaculair. Waren gisteren namelijk al drie. Het is een beetje raam daarover op de radio te plaatsen. Nee, ik heb een good feeling aan. Waren gisteren al drie hetzelfde t-shirt aan, hè? Ja, klopt. Ziggy Marley hadden wij aan. Ja. Was niet eens afgesproken. Nee. Wie? Ziggy Marley, hè? Wie? Ziggy Marley. Oh, dat weet bijna niemand. 19.41. Jojo Buitenzorg nog niet gearriveerd in de studio. Hij zal wel weer een snabbel hebben. Wie is Jojo Buitenzorg? Jojo is gewoon van de platenmaatschappij, hè? En als we naar buiten kijken, dan komt het nog niet naar beneden. Wie? De sneeuw. Dat weet bijna niemand wanneer het wel komt. Dat is de vraag. We kunnen in ieder geval een klein beetje het lot tarten. Oh. En alvast een smeekbeden richting de weergoden met Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful. Yeah. But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Soft let drugs. It snow, let it snow, let it snow. Voor Patty Grart. Oké, zo direct Mr. Lee komt eraan. Oh yeah!
Aanstaande woensdag Nederland 2 Countdown. Met op de bühne Grace Jones, Spandau Ballet en Lisa Stansfield. Verder de nieuwe clip van The Simple Minds. De Countdown Clip Classic is van The Cure. Aanstaande woensdag Nederland 2 Jasper Faber met Countdown. Oh yeah! Dit is wat je doet de komende feestdagen. Je gaat naar je favoriete horecagelegenheid. Drink daar op zijn minst 30 potjes bier, 3 liter whisky, een paar exotische cocktails en een fles ongevaarlijke liqueur. Stap nu in je auto. Maak je veiligheidsgordel niet vast. Zorg dat je banden glad en niet op spanning zijn. En rijd op zijn minst 140 km per uur binnen de bebouwde kom. Ha, veel plezier! We zullen je missen in 1990. Sanders! Van Inkel. Ze straalt zelf wel. Kijk eens op hoe ze straalt. Oh, kijk eens in de poppetjes van haar ogen. Wat is een mooi. Wat is een mooi. Wie? Nou, Belinda, hè? Hoe mooi is Belinda Carlisle? Jeroen, hoe mooi is Belinda Carlisle? Hoe mooi? Ja. Nou, op de foto is ze heel mooi. Maar hoe mooi is nou Belinda Carlisle? Wil je een cijfer hebben? Nee, ik wil gewoon een omschrijving hebben. Wie? Jij, hè? Belinda is als een storm die 's nachts woedt terwijl ik warm in mijn bed lig en denk aan hoe koud het buiten is. En me realiseer dat ik in bed lig en het eigenlijk lekker warm heb. Zo mooi is Belinda ongeveer. Nee? En hoe mooi is dan Belinda Carlisle? Dat weet eigenlijk, na deze tekst en uitleg, bijna niemand. En dan dit. De algemene ontwikkeling van onze enquêtebureaus is niet altijd even optimaal. Oh. Dat bleek namelijk toen uw kapelaan, die zijn er nog, stond namelijk in parochienieuws Sint Pancratius, heerlijk, ken ze niet allemaal, van mijn vrienden de heiligen. Toen uw kapelaan een telefoontje kreeg van Infomart, niet Into, maar gewoon Infomart, voor een onderzoek naar huishoudelijke artikelen. Bent u de huishouder? Antwoord, nee, niet precies. Vraag, wat bent u van beroep? Ik ben een katholiek priester. Neemt u ons niet kwalijk. Mogen we dan even uw vrouw spreken? En het laatste televisienieuws. Met de komst van Medisch Centrum West is er nu ook Scheld TV. Davidge, een ervaren ruimtepiloot. Jaraba, een wezen dat een diepe haat koestert tegen aardbewoners. Wie? Na een gevecht in de ruimte storten ze neer op een planeet die bewoond wordt door levensgevaarlijke vleeseters. Ondanks hun onderlinge vijandigheid blijkt dat ze zonder elkaars hulp niet kunnen overleven. Enemy Mine. Morgenavond om 9:30, Nederland 2 bij Veronica TV. De Mannen. The Edge. Adam Clayton. Larry Mullen. Bono Fox. De groep U2. Kaarten zijn gereserveerd op een Kana. Die heeft Veronica en dus zijn ze van jou. Binnenkort kan je ze winnen op Veronica's volle vrijdag. Het gaat erg slecht, Rob. Met het paard. Met het paard. Er staat geen paard in de gang. Nee, geen paard in de gang. We geven het op. We houden op met het zoeken naar een dame voor een heer van 41. Hij wil de vriendschap en samen met haar naakt paard rijden. Ik kan me voorstellen dat niet iedere dame zich 1, 2, 3 hier aangetrokken voelt. Proost. Sorry. Meer op de fiets trouwens, weer vandaag? Ja, weer op de fiets. Door weer en wind gaat zij op de fiets naar de studio. Maar de topmens van Veronica hebben een fiets. Zo. Zeker. Ah. Wij zijn gezond. Zeker. Ik hoor hier gewoon hele verstandige woorden naast me. Zeker. Ben ik hier nou de enige met een automobiel? Of zeker. Ja, maar die kost dan ook net zoveel dan 3 als automobielen precies bij elkaar. Nou, ik vind het wel heel charmant in ieder geval. Jullie allemaal op de fiets. Dank je. Ja, sorry hoor. Nou, even oud-voorzitter van de Tweede Kamer, dokter Dick Dolman, feliciteren. Is gisteren benoemd tot commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw. Niets is hem te dol, man. Gefeliciteerd. Dat is iets om op trots te zijn. En mocht je nog in de plaatselijke boutique gaan zoeken voor een leuk Sinterklaas cadeau. We hebben een leuk idee. Robert De Niro heeft van zijn nierstenen een armband laten maken. Dat is misschien een leuk idee. Ik zou willen zeggen, laat het pakje voor zichzelf spreken. Ja. Hou jij het even voor de camera. De spanning stijgt ten top. Het is een pakje wat door Yo-Yo Records binnen werd gebracht. Promotiemedewerker Peter de Wit brengt nu weer een exemplaar, maar nu mooi verpakt binnen. Peter. Is het de bedoeling dat we het draaien? Oh, we hebben het.
Hey Rob, dus we gaan nu gewoon elke plaat die in feestverpakking aangeboden wordt, die gaan we ook draaien waarschijnlijk. Ja. Vraag even, gooi even zijn microfoon open van Peter. Vraag even hoeveel het nu verkocht heeft de laatste dagen, Peter. Peter de Wit, Jojo Records. Nou, verkocht zijn er 80.000 voor genoteerd. Het gaat erg goed ermee. Maar door de airplay verkopen ze. Ja, dat is het. Ja, he. Dit is Peter de Wit alias Jojo Buitenzorg. We hadden het al eerder over hem. Peter de Wit alias Jojo Buitenzorg. Dat ben jij dus. Dat weet bijna niemand. Nee. Peter, dit is zijn plaat. Peter, wat me een beetje tegenvalt is dat je, omdat wij de roots toch hebben van Veronica, ons niet geattendeerd hebt tot nu toe nog op de B-kant van deze plaat. Dan 20 jingles op, hè? Ja, 20 jingles, hè? Ja. Nou, dan gaan we nu even naar luisteren naar alle deze... 20. Ja. Go, go! Ja. Dat was dus een jingle. Dat was een jingle. Draai je die nou zelf ook, Peter? In het land, hè? En in op het land. Ja, hè? Oh, deze is ook leuk. Als je naar het land gaat. Voor de gedekte nummer 37. Dat is ook met een super stip. Ik hoop dat hij niet meer in de auto zit. Zullen we nog even de titel noemen? Lex. Dat is Cliff Nobles, hè? Nou, daar gaat het om, Cliff Nobles. Ja. En het is de tune van de Veronica Drive-In Show. En het heet The Horse. Ah, The Horse. En het is misschien nog wel leuk. The Horse? Oh, sorry. In het clipje zit een boot. Dat maakt iets. Het ruime sop krijg je terug van me. Ja. Maar The Horse, dat doet me even denken aan onze oproep. Die is niet gelukt, hè? Nee, die is niet gelukt. We zochten een dame die eventueel omgang wilde hebben met een man van 41... die op zoek was naar warme vriendschap. Maar tegelijkertijd een koude douche, als het ware. Beetje figuurlijk gesproken, want hij wilde naakt op een paard. Met haar. Het is wel een beetje... En de vonken springen over van Stennis en Van Inkel naar de luisteraar. I Wanna Be Elected van Alice Cooper. Nee. Het is niet dat hij gewoon een stekkertje in zijn billetjes krijgt. En dat hij dan een ander kapsel krijgt. En dat hij heel spontaan gaat gillen en zo. Nee, zo zit dat niet in elkaar bij onze vriend Alice Cooper. Hij wil namelijk herkozen worden. En het Nederlandse volk heeft hem inmiddels herkozen. Want hij staat in de top 10 van de Nederlandse top 40 met die single Poison. Oh, hij heeft dat tenminste woord gestaan. Ooit, ja. Dat is een leuk concert trouwens van de week wat hij heeft gegeven. Ja, alleen dit was een van de drie nummers die hij niet speelde. Vandaar dat Stennis dat heeft goed gemaakt vanavond. Toch? Dat was een van de drie nummers toch? Ja. En How You Gonna See Me Now? En wat is die andere ook weer? Hello, hooray. Nee, Halo of Flies. En daar hebben wij Beno Maldena, Librando. Wie? Goedemiddag. Hallo. Komt u rustig binnen. Heb jij bij jou de nieuwe versie van Situation van Yazoo? Hallo! Wie? Een echte communicatiestoornis hier, maar... Hi. Hallo! Zo lief dat hij zich even kon melden bij ons allebei. Volgens mij, als Kenny nu luistert, zit ze te balen dat we dwars door haar virtuoze saxofoonspel heen zitten. Helaas zijn wij geestelijk niet zoveel verder dan de doelgroep die wij bedienen. Dus, sorry. Zal het een stevig statement. Zeker. De vraag is, wat is onze doelgroep? Inderdaad, 65-plussers in bezit van eigen pas. En dat vind ik heel knap dat je dat zegt, want eigenlijk weet bijna niemand dat. Zeker. Hey Jeroen. Hey Rob. Niet alleen Candy baalt hiervan, maar... Dave ook. Dave ook, hè? Ja. En al die andere fijne muzikanten die hun medewerking hebben verleend aan dit ultra goede top 1 notering Maar je kan het natuurlijk ook van de andere kant bekijken. Ja. Nee, niet dat ik de single dan nu omgedraai naar de B-kant, maar gewoon de andere kant bekijken. Als zij een instrumentale plaat maken, dan weten zij dat ze het risico lopen dat wij dat hele liedje gewoon klakkeloos vollullen. Alleen omdat wij de schaamteloze behoefte hebben om onze ego te strelen. Ja, waren het niet dat hij op nummer 1 stond genoteerd en dat toevallig net op het moment dat wij eigenlijk ons mond wilden houden Ben Librand binnenkwam met de minimix. En het is dan toch enigszins het gebruik om zoiets voorrang te verlenen boven de nummer 1 notering. Dus vandaar dat we nu overgaan tot het volgende onderdeel in ons radioprogramma, namelijk de minimix. Ha, die Ben, hoe is het met je jongen? Hallo! Kan je ook nog meer zeggen vandaag of zijn wij gewoon beperkt vandaag? Nee, we zijn er weer. Alles is goed. Alles is goed? Ja. Wat deed je gisteren in het Veronica-pand, schat? Wat deed je gisteren in het Veronica? In mijn fotosessie-dinges. Fotosessie? Wie? Hmm. Er is nu een foto van Ben, dames. De fotograaf heeft geprobeerd om zelfs met mijn hoofd nog een redelijke foto te maken. Hmm. Zo. Dat moet wel lukken, denk ik. Wie wil de foto van Ben Librand? 06-4-3-64, hij zal hem zelf mixen. Kortom, geknipt opsturen. Net als een kapsel. Een hip-hop-foto. Een hip-hop-foto, ja. En je mag hem zelf houden. Ook weer een housemix van de foto van Ben Librand.
Nou, we zijn zo'n beetje door door de kredieten van Candy en Dave heen. Door nummer 1. Nou, dus ik ga even kijken of ik het orkest bereid kan vinden om even weer het bekende Minimix-melodietje te spelen. En dit is altijd weer een hoogtepunt in het programma. Want Rob vindt meestal niet zo snel die dingen die hij hoort te vinden. Echter, vandaag is een uitzondering. Gewaardeerde luistervrienden, Rob heeft middels het gebruik van zowel het linker als het rechter oog de desperateur van de doos gevonden met daarin een bandje. Een bandje wat draait op 19 centimeter per seconde en wat bedoeld is om de Minimix aan te kondigen. Hallo. Hallo. Situation van Yazoo. Yeah. Escape while you can. Run. Goed, Jeroen. Dat was dus de Minimix. Daarna Kenny Dulfer en Dave Stewart. Ja. Omdat het een beetje moet, hè. Situation, ja, Zoo is natuurlijk een oud nummer. Maar compleet geüpdate. Komt dit nog op plaat, Ben, tussen haakjes? Nee, dat... ja, dat weet je nooit, hè? Een beetje op, maar niet alles in de Minimix. Even als tussenstand, Ram Jam en Black Betty is inmiddels uit. Dus dat even terzijde. Net als Eve of the War. Was dat ook een Minimix uit, Eve of the War? Eve of the War was een Minimix. Ja, hè? En Eve of the War is binnen op 24 in de BBC... Ja. Radio 1 Top 40, zei Tom Blomberg zojuist nog tegen. Daar draaien ze links trouwens, heb ik wel eens op van. Wie? De Engelse. Oh, natuurlijk. Ja. Precies, ja, wel. Met die bolhoeten. Oh, en dan nu een triest moment in het programma. Dit geluid, wat je vele malen hebt gehoord in het programma, is aan vernieuwing toe. Kortom, wij hebben eventjes vriendelijk gesproken met onze radiodirecteur. En die was net zo vriendelijk als wij, want hij heeft besloten ons volgende week een nieuw drumstel te schenken. Dat weet hij zelf nog niet, maar... Hij is daar nu inmiddels achter. En... Hij denkt, ik verbouw jullie bekken. En dat is ook precies wat wij nodig hebben bij ons drumstel. Dus dat komt weer goed uit. En tijdens de nachtuitzendingen van Radio Veronica gebeurde het wel eens dat ons drumstel ineens spoorloos verdwenen was. Dat was dan te vinden in... De portiersloge van de NOB. Daar zat een portier. En zijn naam is Aukje. Aukje, kom even bij ons, in ons midden. Ja, ja, daar is hij. En hij nam dan zijn eigen cd's mee en zat enthousiast mee te doen, zoals wij altijd tijdens de uitzending doen. En je brak een beetje de tijd, hè, op die manier. Het ging erg snel die nacht, ja. En ik vond het erg leuk om te doen, ja. Ja. Nou, wij gaan verhuizen. Dus, wat gaan wij doen, dames en heren? Hij blijft hier namelijk. En hij blijft hier niet mee, dus dat is even belangrijk om te weten. Wij gaan dus naar het Veronica-pand. En hij blijft hier in het NOB Muziek Paviljoen 3. En het zal hier nooit meer hetzelfde worden. En daarom hebben wij besloten om de stilte een klein beetje te laten doorbreken. Door Aukje zelf. Jij mag het drumstel mee naar huis nemen. Het is van jou. Hoor je de klok van Arnemuiden luiden? Als je nou heel stil bent, ja. Dan hoor je in de verte het orgeltje spelen. I got a message for you from my heavenly father. Ja. Everybody out there united for peace, love, joy, happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify. The Devil in Me, zo heet het. En iedereen heeft gewoon gelukkig een duiveltje in zich zitten. En zo heel af en toe ontwikkelt zich dat. En dan komen er hele slechte dingen uit. Vergeet het niet, zo direct hebben wij het radio-experiment weer. Het meerkeuzesysteem, het zogenaamde multiple choice radio system, op zijn Engels. Je kan kiezen uit Rob of uit persoonlijk ondergetekende ikzelf, zei de gek. Doordat wij beiden op één kanaal gaan zitten, zo met een willekeur of nee, met een ander programma. Dus Rob draait zijn gedeelte op. Links. Natuurlijk. En ik draai mijn gedeelte op rechts. Onnatuurlijk. Ik had ook liever ergens in het midden gezeten, net als Rob hoogstwaarschijnlijk. Maar ten behoeve van dit experiment, en omdat dit ook de laatste keer is dat we van twee disjockeyruimtes gebruik kunnen maken. Want zo werkt het hier, we hebben twee disjockeyruimtes. Waarbij de ene programmamaker zich kan voorbereiden terwijl de andere bezig is met zijn programma. Dat is de luxe van deze studio, dat hebben we in de toekomst niet meer. En dan kunnen we dus ook geen tegelijkertijd radioprogramma Multiple Choice doen. Dus vandaar, begrijp je wel? Nee, maar dat is verder ook niet belangrijk.
Hij gaat aan de rechterkant zitten en ik ga aan de linkerkant zitten. Niet dat we een hekel aan elkaar hebben. Dat inmiddels al gebeurd. Dat weet ik dus helemaal niet, want ik zit eenzaam en alleen. Nee, nu is aan het de gebeurd. Linkerkant van de radio. Ja. Ja, ja. En wat is nou het probleem? Als ik dus aan de linkerkant zit en Jeroen aan de rechterkant, kan je dus niet naar ons beiden tegelijkertijd luisteren, want dan wordt het een beetje een zootje. Inderdaad. Kortom, aan de rechterkant kan je verwachten professionele high-tech radio en aan de linkerkant iets wat daar voor door moet gaan, maar wat het nooit zal worden. Hartelijk welkom, dit is het rechterkanaal. Live radio uit de rechterkant van Hilversum. Still rocking and rolling. En dan is het nu tijd voor een naamjingle. Dankjewel. Het is echt een beetje raar, hoor. Ik voel me een klein beetje eenzaam terwijl links op het terwijl Rob op het linkerkanaal bezig is, zit ik hier rechts heel zielig. Trap af met de truc. Looking for the thrill. Gonna stay till it closes. Gotta get my fill. It's all chill to world. Nothing like it in this world. Close your eyes and hold on tight. We can make it last all night. Wait till the sun starts. Going down to the theme park. Leave the kids in the parking lot. I lost my heart at the theme park. Can't wait till the sun starts. Leave the kids in the parking lot. Down to the theme park. Lady. Tubes and going down to the theme park. Dat is waar je alle lol hebt die je maar kan verlangen. Het is trouwens van een LP waar nog vele andere mooie stukken op staan. Zal ik daar eens wat over vertellen? Weinig zinvol natuurlijk om daar over uit te wijden. Maar een van de mooie nummers die erop staat is Fantastic Delusion. Ik weet niet of je dat nummer kent, maar aangezien we nu toch op het rechterkanaal zitten, kunnen we ook een beetje freaken en een beetje LP-tracks draaien. Zoals dat altijd op het rechterkanaal gebeurt. Dat ben je van ons gewend op het rechterkanaal. Het is 8 voor 10. Flinker de Stout Roses, oorspronkelijk kwam het liedje uit als B-kant, maar in Engeland staat het alweer in de hitparade, heb ik gehoord van Tom Romberg. Van Tom Romberg, die loopt de wandel van de zon. Tom Romberg, het nummer heet Fool's Gold, daar hoor ik het inmiddels. Je kan wel naar Roselis luisteren op het linkerkanaal, dat is niet echt zinvol. Je kan beter op het rechterkanaal, want daar is het veel leuker. Luister naar het rechterkanaal, want hier hoor je alle grote hersen, terwijl het linkerkanaal alleen maar een beetje gebruikt van elkaar. Chicago Transit Authority is hier. Like a hurricane. Muziek op het rechterkanaal. En ooit zal het moment nog eens komen. Chicago, dat deze Transit helemaal draaien. Authority met 25-64. Ik wil gewoon dat je terugkomt, want ik ga je gewoon missen. Ik bedoel, Stennis en Van Inkel zonder Jeroen, of althans met Jeroen aan de andere kant, is gewoon altijd Stennis en Van Inkel. Dus ik vind gewoon dat we bij dit briljante experiment moeten ophouden. Zullen we kijken wat we horen nu? Hallo. Hi. Hi, Robbie. Hey. Gaat het goed met je? Ja, het gaat wel goed. Ik heb je gemist, jongen. Ja, ik jou ook. Goh, hoe was dat nou? Links? Ja, het was wel aardig links, maar ik hoorde dus dat jij al P-tracks aan het draaien was, want ik ben even gaan spioneren bij je. Dat heb ik dus zelf ook gedaan. Heb je nog een beetje reclame gemaakt voor het linkerkanaal? Wij hebben hier vreselijk qua promotie de zaak aangepakt, hoor, op het rechterkanaal. Dat heb je wel gedaan. Ja. Je hebt promotie gemaakt voor de rechterkant. Ja. Moet je niet doen, hoor. Nee, nee, voor het rechterkanaal. Oh, voor het rechterkanaal. Zullen we het nu weer opheffen, trouwens? Dat is goed. Zwem jij even het rechterkanaal over? Terug naar het midden, AUB. Dat vinden we namelijk, ja. He he. God, het is wel lekker. Je hebt het rechterkanaal overgezommen. Je bent het rechterkanaal overgezommen. Je bent nu weer gewoon in het midden beland. In de berm, dat vind ik heel aardig, Jeroen. Hij heeft een traan in zijn linkeroog en ik in mijn rechteroog. Volgende week zijn we thuis, waar we horen. NOB, bedankt voor al jullie zorgen de afgelopen jaren. En we zullen hier nog vaker zijn dan ons lief is. Dus eigenlijk is het drama maar slechts een klein drama. Duidelijk. Tussen 10 en 12, ook nog vanuit hetzelfde NOB. Countdown Café met Alfred Lagarde, Francis Dikzakken en Jan Hogestein. Welcome to the Jungle Guns and Roses. Het is duidelijk dat je vrijdagavond beest.
door het leven kan gaan als een jungle. Soms springen we door de muziek. Zoals we... Hold it! Snik. Snik. Oh, Rob. Triest is dit, hè? Ja. Wil je een beetje sensationeel beginnen, hè? Een beetje feeststemming, hè? Zitten wij een beetje in broodje tijd? Willen we gewoon lekker gaan dansen met het broodje? Dat is een nuchtere, maar gaat zo'n plaatje een beetje wippen, hè? Dat is vervelend. Dan weet ik dat artiesten vaak een wipje maken om carrière te maken, maar dit is wat overdreven qua wipje, vind ik, hoor. Zonde. Het is erg jammer. Maar dat heeft wel een oorzaak. Je weet, we zitten vanuit Veronica's high-tech studio. Sommige dingen zijn nog niet helemaal high-tech, maar daar wordt druk aan gewerkt. Een half-tech, hè? Dit vrolijke gezelschap, wat altijd zo leuk met elkaar omgaat, krijgt op een dag ongelooflijk vreselijke ruzie met elkaar. Dat is echt gaan gooien met al die leuke instrumenten waar ze op spelen. Het is namelijk zo'n vreselijk leuk gezelschap, dit stel. Wat baseer je dat op? Nou, ik weet het niet. Puur op gokken. Jij ziet ze zo op de televisie en je denkt, oeh, dit gaat mis. Ja, die zijn namelijk zo leuk. Ze zijn zo schattig, bedoel je. Ze passen zo lekker in elkaar, ook qua dansen en zo. Dat moet een keer fout gaan. Als je ook die nieuwe hoesfoto bekijkt. Ja. Kijk dan. Ze kijken allemaal heel vrolijk en wat zijn we blij met elkaar. Ja, dat is wel waar. Ik vind hem toch een beetje... ik weet niet of ik deze term mag gebruiken, maar ik vind... Nee, ik ga die term ook niet gebruiken, want dan krijg ik weer last met een of andere organisatie. Ja. En toch vind ik het een beetje fout. Ja. Ik vind toch wel dat ze erg jong bezig zijn met... ik moet er allemaal nette termen voor verzinnen. Dat valt niet mee, hè, voor zo'n straatjongen. Ja, dat kost even moeite. Als ik nou ondertussen even iets anders vertel, kan jij er even over nadenken. Dat is goed. Dat is goed. Maar we hebben zo direct, we gaan CQ, Disjockey beet nemen. Want we hebben hem nu al gedraaid. En dan zo direct draaien we een andere plaat. En dan vragen wij of hij Dansando Lambada van Kaoma afkondigt. Dat weet hij niet namelijk. Kan ik niet verder vertellen. Gaan we CQ een beetje in het ootje nemen. De bilshake. De bilshake. De bilshake. Gewoon keurig het woord, de bilshake. Dat bedoel je. Ja. Dat bedoel je. Ik begrijp het. Tot zover Banala Rama met I Heard a Rumor. Hier is hij weer, ons favoriete tuintje, dames en heren, jongens en meisjes. En het doet ons deugd te mogen mededelen dat er inmiddels een nieuwe remix van is. En die zullen we zeker in de loop van de komende weken langs laten komen. Gaat zo snel, hè, met die nieuwe remix. Ja! Yeah! Wow! Wow! Hey! Goedenavond! Buisje! Buisje, CQ! Yo! Heb jij het talent om een beetje Latijns-Amerikaans heel snel uit te spreken? Dat je zegt als een flitsende disjockey die ongelooflijk met 180 km per uur naar je toe komt deze zomer? Nee, dat lukt nu niet met deze stem. Ja, jeetje mina. Nee. Beschouw dit als een test. Wat? Dansando Lambada van Kaoma. Beschouw het als een test. Je 10 seconden gaan nu in. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dansando van Lambada van Kaoma. Dat was toch de bedoeling? Ja, dat is een beetje sumier, maar oké. Wat zijn jullie toch slecht te verstaan, joh? Goodbye. Dag zeker. Tot later. Hou me hier, want je hoort zo rond half 9. Ja. De tijd dat we alle knoppen op een denkpaneel geteld hebben wie de 1000 gulden gaat winnen. De keiharde Hollandse guldens die weggegeven worden naar aanleiding van de snipperit. De hele dag hebben mensen zich gekwalificeerd hiervoor. En ze moesten een gokje doen over het aantal knoppen op ons nieuwe mengpaneel. Rob, als jij vast begint met tellen. Ja, is goed. Ik heb trouwens mijn hele familie al ingelicht, hoor. Dus wat dat betreft. Oh, nee, hè. Speciaal voor heel mijn familie. Luister even. Even kijken. Linksboven begin ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Kijk ook naar teletext voor de Stennis en Verinkel pagina. Daarop onder andere kun je lezen. Slechte gewoonte van een aantal sterren. LaToya Jackson, ze eet erg veel ijsbonbons. Harry Landers zit te veel en te lang in bad. Waar ben je nu? 18. Exact. Sylvester Stallone gebruikt te veel zout op zijn eten. Mark Topfler heeft de gewoonte om in al zijn drinken ijsblokjes te doen. Zelfs in melk en yoghurt. 28. En schoon is die mengtafel. Ja, meer mag je niet zeggen, anders weten de mensen het al. Oh ja, sorry. Stenders en Van Inkel zouden denk ik terug met... even kijken, kan ik dat even vertellen? Oh, een hele leuke van de Pretenders. Pak je kartonnen Nama-gitaar maar uit de kast en ga maar vast klaarstaan om even mee te spelen met de Pretenders. Dus graag, tot zo direct. Het was een planeet. Een planeet zoals geen enkele andere planeet. Ik stapte uit de raket en ik zag een landschap. Een landschap in de vorm van een gitaar. En ik dacht dat er verder geen leven was. Maar toch. Ineens stond er een plectrum op. Het was een raar gezicht, zo'n plectrum met armpjes en beentjes. En de plectrum sprak: welkom op onze planeet.
de planeet Gitaar. En een vaste inwoner van die planeet al daar is onze gevierde vriend, Brian Adamson. Summer of 69. Terwijl José Houbé van Luf, is dat echt waar, Unico? Die eist geld van de huidige Luf-formatie? Ja. Is het echt zo? Dat heeft in de bladen gestaan. Ja, dat is een beetje... Ja. We hebben dat gehoord. Nou, oké. Okay. Trouwens, de zanger van Wet 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 Marty, die heeft een Harley Davidson gekocht. Dus die kunnen we daarop zien. Stoer, hè? En de Veronica Omroep organisatie heeft zichzelf een nieuwe Radio 3 studio aangeschaft. Ik heb het de hele dag al gehoord en zo af en toe hoor je dat ze nog een beetje bezig zijn. Want het is nog niet helemaal af. Er moet nog een kleine wijziging aangebracht worden vandaan de telefooncircuit. Maar we moeten even een aantal namen noemen van mensen die hard hebben meegewerkt aan de Radio 3 studio. Mensen die we heel, heel, heel hartelijk willen bedanken uit de grond van ons hart. Ik begin gewoon bovenaan de lijst. Evert Veldkamp. Peter Kop, hij was de man die het tekende. Jan Masteling, Ulbe van Loon, het geniale technische brein achter alle hoogstandjes. Martinus Swiers, Michiel Sloot, deze twee soldeerden alles. Bertus Hogeboom, hij timmerde het complete meubel. Leo Keizer, ook al zo'n technisch genie. Aart Zwaal, hij was er altijd. Frans Pongers, Kees Laarman, Ton Zwets, Huub Bammes, ook al zo'n technisch individu. Harry Roekamp, Ruud Klein, Joop Duurland, Tien Jonker, Amy Lohman, Henk Harmsen en Paul Smits. Deze mensen maakt het mogelijk dat jij dit hoort. En een klein woord van speciale dank voor onze collega Jeroen van Inkel, die een tijdelijke woning heeft gevonden. Lapersveld nummer 75. Dag en nacht is hij bezig geweest met de constructie van deze studio. En misschien werk je dan niet bij het NOB, maar ach, je bent er wel je carrière begonnen. Dus. Ja. Jimmy Somerville zingt dit samen met June Miles Kingston. En het liedje heet Adieu. En dat zou ik graag toch wel een soort toepasselijke titel willen noemen. Ja. Zullen we deze plaat dan maar beëindigen qua leven? Dat is goed. Monsterlijke plaat. Mijn eigen exemplaar, dus gooi hem gerust weer. Oké, doe ik. Nou, gaat ie. Ja. 1, 2, 3. 1. Oeh. Dat is de eerste plaat die tegen de wand aan gaat. Een bandplaat, precies. In deze fantastisch nieuwe high-tech Veronica Radio 3 studio. Op vrijdag 1 december 1989. We hebben de hele dag Roepie Roepie gespeeld. Inclusief snipperhits. Daar hebben mensen gegokt naar het aantal knoppen van het nieuwe Veronica op 3 mengpaneel. Daar is één winnaar uit de bus gekomen. Dames en heren, jongens en meisjes, hoeveel knopjes zaten er nou op? Dat is een vraag die houdt op zijn minst 6 mensen bezig. En het juiste antwoord is gegeven door... Wie? Obi? Robert? Ja? Rob, mag ook. Maar dat vind ik zo, hè, want dan heb je meteen 2 Robjes in de uitzending. Ja. Hoeveel knopjes zitten er op de mengtafel van Radio 3? Ik had het idee dat er 264 op zaten. 264? 264. Ja. 264. 264. Wij tellen even door en het zijn er in totaliteit. Hoeveel geworden, Jeroen? Dat ligt daar links van je, links van je, links van je. 239. Net ernaast, maar... Dat is het, maar je bent er wel het dichtst bij. 25, 85, 140 en 134 waren er. Dat is duidelijk. Jij zit er het allerdichtst bij. En jij krijgt dus... Ik ben even aan het tellen. 998, 999... 1000 gulden! Dat is helemaal gek, ja. 1000 gulden! Ja. Oh, heb je er niet een beetje warm van? 1000 gulden! Ongelooflijk. Een beetje trillen en zo. Maar. Dat verdienen wij hier niet op een avond, hoor. Nee. Jij alleen, hè? Ja. Hey, hartstikke gefeliciteerd. Ik wil toch gewoon een cliché vraag stellen, omdat hij mij wel bezighoudt. Wat ga je ermee doen? Nou, ik had gehoord dat er 10 cd'tje in de collectie zat die we straks al zouden krijgen, die ik zeker zou krijgen. Ja. Maar ik had nog geen cd-speler. Dus. Ah, dat was een cd. Dat was een leuk, hè? Dat was leuk, hè? Laatste, ja. Onze nieuwe, hè? Zeker. Ons nieuw drumstel, we zijn er trots op. Zullen we hem een naam geven, trouwens, ons nieuw drumstel, of niet? Zullen we hem Kylie noemen? Als in Minogue, zodat we ons een beetje af kunnen reageren op Kylie. Nee, wacht even, dan heb ik een beter idee. Dan noemen we hem Henk. Henk. Hier, Henk. Ja, vind ik wel een directe naam. Verder heeft er niemand iets mee te maken dat jij hem toevallig Henk noemt. Gewoon zeker niet. Geen kennis van vroeger, geen Westbroek van vroeger, die gewoon helemaal niets. Vind ik gewoon echt een naam voor een drumkit. Okay. Henk. Henk. De drumkit. Oké, doe hem nog even. Henk. Henk. Deze is voor jou. Thank you. Here you go. Deze titel van deze plaat is ook niet voor niks gekozen natuurlijk. Het liedje heet I owe you. Ja. Zoals betekenen als... je hebt nog wat te goed van me, hè?
deze plaats van jou, hè, Poep. Dankjewel. Hallo, ik krijg nog meer van je. Meer wat... platen, met joggingbroek. Je joggingbroek nog steeds, ja. Geld, hè. Langzaam maar zeker, ik zal het gewoon doen. Elke week breng ik één kledingstuk of één plaat of één boek mee terug. Want iedereen heeft hier nog van alles nodig van mij. Zo, buitengewoon. Echt heel erg symbolisch, hoor. Ik heb je het gehoord over Kylie Minogue? Ze werd hand in hand gezien in de stad Sydney. Oh, zo lucky, lucky, lucky. Ja, en nou komt het, je gaat heel erg schrikken. Oh. Met Michael Hutchins van INXS. Wie? Michael Hutchins. Yeah! Die van Need You Tonight. Die serieuze muzikant. Met van Kylie. Van Kylie. En zijn moeder vindt het een goed idee. Ja, dat begrijp ik, ja. Mag ik even 2 minuten van je tijd roven? Want vanmorgen, zo 6:10, vlak voordat de eerste platen in Veronica's nieuwe high-tech studio de ether in gingen, kwam er een gedicht binnen. Yo Jeroen, geef hem van katoen. Laat ze zijn poepie ruiken, kan Nederland wel gebruiken. Lekker spelen met your new toys. Dit geldt ook voor de andere boys. Maar jij mag je van de taak kwijt om het spits af te bijten. En ook al klinkt het in het begin wat rot, give him hell boy, show him what you got. Voortaan, zonder technische zorgen. Van Inkels ook goedemorgen en alle andere leuke programma's. Wij gaan terug naar de planeet.